Ja, ik ga naar het winkelcentrum met de auto. Lekker. Kijk, de wortels zijn mooi, lekker zacht. Hé, hey, in Canada toch? Ik maak nog lekkere mooie dingen hoor. Nou, hij is klaar. Zie je? Ik ben aan de Fresco supermarkt gekomen. Beste kijkers, u gaat mijn vlogvideo's uit Canada zien. Like, subscribe, oftewel gratis abonneren en laat een berichtje achter. Vandaag gaan we een lekkere pinda koken. Ik heb het lekker gewassen, op de vuur gezet. En dan ga ik water zetten. Dit is echt een rauwe pinda hoor. En dit ga ik koken met een beetje zout. Het is zo lekker. Deze pinda is niet gedroogd. Het is gewoon rauw. Uit de bodem uitgekomen van de grond. En dan verkopen ze het. Dus, daar heb ik het gehaald. En dan ga ik hem lekker koken nu. Laat ik hem even schudderen. Dan ga ik hem weghalen. Dan gaan we lekker eten. Zo. Ja, ik ga naar het winkelcentrum met de auto. Lekker. Ik rijd auto in Canada hoor. Auto van mijn dochter. Stopbord rechtsaf. Rechtsaf. Ja, lekker winkelen. Je favoriete shop, Walmart. Ja. Er is een heleboel winkelen liggen. Allemaal uitwinkelen vandaag. Oké, ik ben in Canada in de Walmart. Mijn god, ik maak dingen mee. Maar wel, leuke winkel, hele grote winkel hoor. Leuk, ik heb net geshopt, heel veel geshopt. Leuke dingen gekocht. Maar de mooiste is hier, kijk. Dit is een robotapparaat, ik schrok ervan. Hij maakt de hele winkel stil. Hij is zichzelf. Wow. Hij gaat zo netjes, er is niemand erin hè. En hij gaat gewoon werken. Hij doet zijn werk van de leugen. Dat is echt een leugen hoor. Ja, kijk, hij staat. Hij dacht te filmen. Niemand doet te besturen. Hij doet het zelf. De robotapparaat die de winkel loopt de schoon te maken. Wauw. Kijk, ik heb me wachten toen hij stopte. Hij was net gestopt. Nu ben ik aan de kant. Dan ga ik weer verder. Wat? Dit is leuk om te zien. Wauw. Mooi hoor. Ik ga vandaag bokchui maken in saus een beetje. Zo zet ik hem. En dan gaat die saus straks als ik een beetje gestoomd heb, dan gaat die saus hier binnen. Lekker lekker zoetie. We waren gisteren naar de supermarkt geweest. Chinese supermarkt. En daar heb ik het gehaald. Al die Chinese groenten hoor. Ze hebben verschillende soorten groenten, die Chinezen hier. Soms weet je niet wat je wil kopen, je wil alles kopen. Nou, het water is aan het koken. En dan ga ik maar. Pak zo nu in het water even laten koken. Deze, die wortelkant, zoals ik jullie zei. Juist. Aan het koken een beetje. Dan haal ik hem zo weg. Dan ga ik hem lekker onder koud water zetten. Dan ga ik hem straks koken. Zo, dan ga ik mijn uien lekker snijden en dan ga ik hem even bakken. En dan ga ik mijn groenten erin zetten, lieve kijkers. Kijk, de wortels zijn mooi, lekker zacht. Dus die blaadjes zijn nog groen en dan gaan die erin mooi flauw vallen. En dan is het klaar. Het ziet er prachtig uit. Wauw. Oké. Okay. Bye bye. Zo, lieve kijkers van me. Het is etenstijd. Nu ga ik lekker smaken. Yummy, yummy. Ik ga lekker boksoi. Die heb ik gestoofd net, wat ik heb jullie laten zien. En dan ga ik lekker eten hoor. Ik vind het zo lekker hoor. Ik heb hem net gestoofd.
Heerlijk. Dat is lekker. Hey, in Canada toch? Ik maak nog lekkere mooie dingen hoor. Dat zien jullie al. Jullie zullen het van merken. Hé, lieve kijkers. Wauw. Eet smakelijk. Ik ben aan de Fresh School supermarkt gekomen. Allemaal een Indiaanse groente. Surinaamse groente is prachtig zoiets. En dat ben ik komen halen. Dan ga ik lekker koken thuis ook. Dit is de supermarkt. Een hele groente. Alles hebben ze hier. Leuk. We gaan in één winkel alles halen. Heel groot hoor. Grote supermarkt. Ik ga vandaag lekker lumpia maken. En daarvoor heb ik bepaalde groenten nodig. Zoals jullie dat weten. Ik heb hier een bosje kousenban. Dit heb ik allemaal schoongemaakt van de top en de bovenkant. En dan ga ik dit even stomen. Nou lieve mensen, hij is nu gestoomd. Zie je, hij is een beetje zacht. Haal ik hem weg. Dan ga ik hem even laten schrikken in koud water. Dit is mijn spitschool. Die ga ik ook even stomen. En deze dingen zoek je niet te lang stomen, hè, lieve mensen. Dan ga ik dit ook weghalen. En dan ga ik mijn taugi ook een beetje stomen. Zie je? En straks ga ik hem wokken, dat laat ik jullie zien. Hé, lieve mensen van me. Kip had ik al geplozen. Die ga ik bakken, een beetje. Die groenten maken. En dit is mijn groenten. Zo. Dat ziet er lekker uit. Even schuiven naar de kant, zodat de krok wat overgebleven is. Die gaat in het midden komen te blijven te hangen. Oké, dan ga ik de bladen dichtbakken. Dan gaan we de lumpia rollen. Zo, lieve mensen van me. Ik ga mijn bladen dicht nu bakken van mijn lumpia. Dan is al heet. Zo. Oh, is een beetje te heet. Dan doe ik dit. Ja, prachtig. Nu ga ik hem vullen met mijn groentes. Dan ga ik hem rollen. Dit is hem geworden. Helemaal goed. Dan ga ik hem bakken. Zie je, mooie. Lekker. Zo. Nou, hij is klaar. Zie je? Ziet er toch knap uit, lieve kijkers? Ik zou zeggen, lieve mensen van me, als jullie mijn video leuk vinden, graag liken, subscriben, comments geven en de notificatieknop drukken. Bedankt voor het kijken. Volgende week meer avonturen uit Canada. En vergeet niet om te liken, subscriben, oftewel gratis abonneren.